ben zeer blij van benoemd te zijn als ereburger van Anderlecht. Als je kunt zeggen dat je ereburger bent van uw gemeente, dat heeft toch een... Allee, dat is een eer. Er zijn er weinig die dat kunnen zeggen. Roger van den Stock est un vrai Anderlechtois qui a mené vraiment le nom d'Anderlecht partout en Europe et aussi des noms plus proches de la vie quotidienne d'Anderlecht, puisqu'on parle beaucoup de Saint-Guidon, de Nerpède, et donc véritablement le club avec son palmarès remarquable, le président avec sa gestion remarquable, méritait d'être mis à l'honneur. C'est donc avec énormément de plaisir, Monsieur Roger van den Stock, cher Roger, que je vous décerne au nom du Collège des bourgmestres et échevins ce titre de citoyen d'honneur d'Anderlecht. En toch een zekere fierheid dat mijn man erkend wordt als ereburger van een gemeente waar hij woont nu al van in 80. En dus is hier geboren, heeft hier school gelopen, hij heeft meer dan 50 jaar, op die 75 jaar hier in Anderlecht gewoond. Je pense que c'est un témoignage de reconnaissance et de notoriété aussi de la personnalité aussi de Roger van den Stock, mais ça ne donne aucun avantage. De familie maakt deel ook van de heer dat je ontvangt vandaag. En dat is ook emotioneel ook. Het is normaal dat een vrouw altijd fier is op haar man en ze steunt hem ook. Dus in direct is het ook een erkenning, een beetje voor mij ook. Dat is ook zo.